brains en uiterlijk gaan samen. Dat zie je maar weer eens. Met een glimlach van oor tot oor poseerde VVD-fractievoorzitter Mark Rutte dinsdagmiddag maar al te graag met de 12 finalisten van de Nederlandse Miss Universe-verkiezing. Net als politici hebben de missen vaak te maken met vooroordelen. Gelukkig heeft Mark Rutte wel raad voor de dames. Je moet gewoon zichzelf zijn en als ze slim genoeg zijn, en dat zijn deze vrouwen, dan komen ze er wel. En ik geloof dat je een goede balans moet hebben tussen wat je kunt en wie je bent en je hersens en hoe je eruit ziet. En dat je vooral daar een beetje jezelf in moet zien te vinden. En dat doen deze vrouwen, denk ik. Ook andere politici hebben tips voor de dames, zodat ze bij de finale straks een goede en vooral slimme indruk zullen achterlaten. Nou, gewoon zorgen dat je veel leest, veel weet van de wereld. Zorg dat je kranten kent. En wees tegen anderen net zo slim als ze net tegen mij waren. Nou, ik zou zeggen, blijf gewoon altijd jezelf. Ik bedoel, de dames hebben net al bewezen uit de vragen en uit ook de debatten die we onderling met elkaar gevoerd hebben, dat absoluut niet dom is. En volgens mij is het ook een beetje een oud mannen-macho voordeel, wat een beetje aan het wegebben is. Ik denk dat we de emancipatie wat dat betreft in Nederland al wel zover hebben, dat we niet denken meteen bij lang blond, oh, dat moet weinig hersens hebben. Dat is volgens mij al lang niet meer zo. Gelukkig, zou ik zeggen. Je moet niet iets ophouden wat je niet waar kan maken. Je moet gewoon één ding nemen en er helemaal voor gaan. En dat is toch fantastisch als je daarop in zouden zetten.